Ben van Tilburg, onze garagist uit Marknes. Het is dinsdag, dus hij is weer van de partij. Ben, goedemorgen. Goedemorgen. En wij gaan het natuurlijk hebben over het laatste nieuws. We gaan het hebben over het straatschoffie anno 2025. Dan heb je het niet over jezelf, denk ik. Nee, die tijd ligt ver achter ons. Ja. Het straatschoffie anno 2025. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker tegenwoordig om je auto te personaliseren. Ja. Hè? In onze tijd had je een Golf GTI, wat een hele auto was. Of een Kadett GSI of dat soort auto's. Maar het Spaanse Seat heeft een tweede merk in het leven geroepen. De Cupra. Ja, weet ik. Elektrische auto's. Hè? Dat staat, is een samensmelting van Cup en Racing. Dus vandaar ook dat de meest moderne of sportieve versies van het model Seat allemaal Cupra R en dat soort benamingen hebben. Ik vind het een mooie auto trouwens, hoor, die elektrische. Ja. Het is een beetje gekscherend gezegd natuurlijk, straatschoffie. Maar het is eigenlijk bedoeld voor mensen die niet een brave auto willen hebben, maar een beetje een speels, rebels karakter. Ondeugend auto. Ondeugende auto, inderdaad. Ja. Vanaf 2025 gaat Seat dus de Cupra echt helemaal, afstoot is een groot woord, maar wordt het echt een op zichzelf staand merk die zich echt wil onderscheiden in de markt. En niet van, dat is een Volkswagen met een sausje erover. Nee, het moet echt een herkenbaar merk zijn. Maar gaan ze dan alleen elektrische auto's maken? Wordt het straks allemaal elektrisch. Ja, ja. Er zal misschien nog een enkele plug-in komen, maar goed, ik denk, gezien de markt ook en de vraag naar dat soort auto's, dat je er vanuit kan gaan dat alles elektrisch wordt. Ja, ja. De meeste voetballers van de FC Barcelona rijden erin. Ja, het is sponsor ook van Barça. En in Nederland zijn ze nu een enorme reclamecampagne gestart. Ja, als je heel snel kijkt, want ook bij Citroën hebben ze het merk DS en dat begint zich ook steeds meer een beetje tot een. Dat is tussen Peugeot en Citroën, hè, samenwerking. Ja, precies. Ja. Maar ook die maken van dat soort auto's. Maar ik vind de Cupra is nu al gewoon een heel herkenbare auto. Zo sportiever, hè? Ja, met mooie lijntjes en ook met qua bekleding en qua stoel en stuur en dat soort dingen is het. En de prijs die is ietsjes lager dan de gemiddelde mooie elektrische auto, zeg maar. Ja, ja. Klopt. Het is nog steeds een fors bedrag, rond de 40 of zo. Het is niet goedkoop. Maar de actieradius en zo is allemaal goed. Dus ja. Het is wel goed voor elkaar. Oké, komt er dus aan, de Cupra. We hadden het net over die trommelremmen, hè? Die zijn back on track. Zeggen we dan op mooi Nederlands. Ja, want jullie hebben allebei, en jij straks ook, ervaring natuurlijk met elektrisch rijden. Ik heb hem al. Je hebt hem al? Ja. Oké. Maar hij staat voor de deur. God, ben ik er zo langs heen gereden dan? Ja, waarschijnlijk wel. Valt niet op. Ja, het valt ook niet op, die zitten zoveel rijden. Ja, voor het onderscheid hoef je geen Tesla te rijden in ieder geval. Maar dan heb je dus al dat je regenereren, dus afremmen op de motor. Ja. En eigenlijk is dat hartstikke goed voor je portemonnee. Want je accu wordt dus automatisch weer bijgeladen. Je hoeft niet. Je kan bijna one pedal drive, noemen ze dat. Hè? Dus dat je met je gaspedaal remt en gas geeft tegelijk. Hè? Dat kun je zo instellen. Minder bandenslijtage. Ook dat. Maar de schijfremmen, slijtage. Ja. Nou, de schijfrem, maar ook als je een auto een tijdje niet gebruikt. Normaal zie je dan wel door je lichtmetalen velgen heen dat er een laagje roest ontstaat op die remschijf. Dat hoor je ook, hoor. Dat hoor je inderdaad. Vel gaat zich ophopen en dat soort dingen. De boel gaat vastzitten. Dus eigenlijk kun je met de oude trommelrem, wat een dicht systeem is, met een paar elektromotoren, kun je heel mooi, mocht het nodig zijn, het toch gebruiken. En nog een bijkomend voordeel, wat we ook al eens behandeld hebben. Veel minder uitstoot van fijnstof. Want normaal gaat het zo ongefilterd de natuur in. En hier wordt het opgevangen in een bak die bij een onderhoudsbeurt weer geleegd wordt. Ja, ja. Dus, waarom hebben ze ooit die trommelremmen dan vervangen voor schijfremmen? Met nat weer zou het toch gevaarlijker zijn? Nou, ook dat inderdaad. Maar vroeger waren het net even in de voorloop hier naartoe. Over de fiets die met trommelremmen kwam. Ik weet nog dat mijn ouders ooit op vakantie gingen en een fietstocht maakten door de bergen. En de berg afgingen en hun remmen in blijven knijpen. Ja, de blokjes. Nee, de trommel. Nee, trommels. De trommel, tot die echt dus roodgloeiend beneden waren. Dat ze beneden in het dal zeiden van, dit had u nooit zo mogen doen. Dus ja, uiteindelijk was een schijf, werd beter gekoeld. Je kan veel, vaak werd het gecombineerd met voor wel schijven en achter trommels. Omdat een auto remt voor met 70%, achter 30. Maar nu, vanwege ook milieu, maar ook vanwege het niet of nauwelijks gebruiken, kun je eigenlijk weer volstaan met trommels. Nou, goed. Wie weet. Geen stokjes bij trouwens, hè, met die trommels. Een schattig rij-ei. Ja, die is terug. Dat is een soort Zwitserse microcar. Die is een beetje ontwikkeld. Misschien kun je er nog wel een plaatje van opzoeken. Hoe heet die? Hij heet de Microlino. 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 Al meer dan 30.000 mensen hebben die auto besteld. Echt, hij is gebaseerd op die oude BMW Isetta. Die aan de voorkant die deur openging. Waar dus zo langs het stuur plaats ging nemen.
wat oudere luisteraars, je weet het nog wel. Maar eigenlijk een drie-zits. Zo oud ben ik ook weer niet. Drie-zits auto. Dit is een driewielige auto. Ja. Met de deur aan de voorkant. Waardoor je dus via de voorkant plaatsneemt. Twee personen kunnen erin. Prijzen beginnen een beetje. Hij ziet er aan de voorkant een beetje uit als een blije eend. Nou, het is ook een beetje een blij ei eigenlijk. Ja, je hebt wel ze noemen het een rij-ei. Het is een schattig elektrisch rij-ei, zo wordt hij omschreven. Ja. Maar het is gewoon een hele leuke stadsauto met een actieradius van minimaal. Hij komt met drie accupakketten. Minimaal 100 en maximaal 250 kilometer. Nou, dat is nog best veel. Goed, in de huidige. De Opel heeft nu ook die e-Rox, zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk een beetje een tegenhanger. Maar dat is een 45 kilometer autootje. Ja, maar die komt er ook met 90 kilometer per uur. Dus dan moet je een autorijbewijs hebben. Oh. Dan lijkt dit ook wel een beetje op, toch? Ja. Tweezitter. Ja, dus dit is ook gelijk wel met een autorijbewijs. Dus deze komt niet als brommobiel. Maar wat gaat deze kosten? Ja, ook vanaf zo'n beetje 10.000 euro en oplopend. Ja, weet je, dus, dan heb je toch nog wel voor een redelijke prijs heb je gewoon wel een elektrische auto. Ja. Ja. Maar je kan er toch ook wel mee hebben, de snelweg in principe. Jawel, maar het is met name voor steden als Amsterdam en zo, waar parkeren steeds meer een crime wordt, is dit natuurlijk ideaal. Een brandstofetende bacterie, die hebben ze ontdekt. En Ben van Tilburg, die weet er alles van. Ja, nou, ik stond er ook van te kijken. Ik dacht eerst dat het een grapje was. Maar ja, serieus? Dan snap ik waarom het tank zo snel leeg gaat als er zo'n beest in zit. Ja, precies. Maar dat is dus niet zo. Oh. Biologen in Spanje die hebben dus een bacterie ontdekt. En die doet dus. Die houdt met name van benzine en diesel. En misschien ook wel door elkaar. Maar hoe komt hij daarin dan? Ja. In die tank? Het is afgesloten. Nou, maar op het moment dat je hem gaat vullen, natuurlijk niet. Maar dan is je even open. Ja? Dus, waarvoor zou dat nou ideaal zijn om bijvoorbeeld olievlekken op zee te elimineren? Ze zijn er wel vaker mee bezig geweest om eens te kijken hoe dat dus gaat. Ja. En nu kwamen ze eigenlijk bij toeval achter dat rond de vuilresten bij de vulopening hebben ze dus die microbiologen die hebben gekeken. En die zagen daar dus inderdaad zo'n een bacterie. En die hebben ze dus 2 weken lang geïsoleerd. En met benzine- en dieselresten. En binnen 2 weken hadden die beestjes het spul platgezegd op. Zo snel al? Ja. Oh. Dus, dat is, eigenlijk zijn ze er heel erg mee verheugd. Want nu kun je dus, als er ergens een grote olieramp is en dat soort zaken. Ja, het klinkt een beetje als een broodje aapverhaal, maar het is echt zo. Dat wel natuurlijk, maar je zal zo'n bacterie maar bij je tank hebben. Ja. Ik bedoel, ga je dat merken? Ik denk dat je brandstof sneller weggaat door het rijden dan. Maar goed, als je hem inderdaad weg zou zetten in je auto en een zijn organisme zit in je tank. Maar ja, dan nog gaat het niet zo hard natuurlijk. Maar ligt eraan hoeveel erin zitten. Ja, nou inderdaad, voor dat probleem op zee. Ze hebben er al een naapje voor bedacht en die moet ik wel even voorlezen. Het zou zijn de Isoptericola toyotensis. Maar dat is dan meer omdat ze het in een Toyota ontdekt hebben, willen ze hem zo noemen. Gewoon? Ja, grappig. Ik denk, dan gaat hij weer vragen, herhaal het even, doe ik niet vandaag. Herhaal het even. Okay. Oh, goed. De trajectcontrole. Ja, nou je noemde het net al even. Die, bij de Galenkoppenbrug. Bij de A12 inderdaad, die brug. En normaal is het zo, op een trajectcontrole, als je daar dus gewoon 100 rijdt en er komen wegwerkzaamheden. Ja, dan werd je dus niet bekeurd. Mits er toevallig niet daar een flitser mobiel ook nog tussen stond. Nou, voor de trajectcontrole, als je maar gewoon binnen die 100 blijft, ook al staat er 70, je moet wegwerken en je bleef gewoon 100 rijden, dan was het prima. Want, nou, en dat, sinds van de week is dat dus over. Ah. Onder andere bij het. Bij die Galenkoppenbrug. Als je daar dus je niet houdt aan die snelheid bij de wegwerkzaamheden. Ja. Dan word je dus toch automatisch beboet. Dus, zijn fikse bekeuringen. Want tijdens wegwerkzaamheden zijn ze dubbel ook. Zijn ze dubbel. Dus weet je. En het is sowieso, als die mensen daar aan het werk zijn, moet je er niet als een. Nee, natuurlijk niet. Maar een malle langs rijden. Nou, dat vond ik ook wel steekhoudend ook. Want er was ook zo'n wegwerker die zag ik bij het nieuws. En die vertelde ook een verhaal dat zijn maatje gewoon een paar jaar geleden gepakt was door een vrachtwagen. Ja. Tijdens wegwerkzaamheden ook. Dus ze kunnen de trajectcontroles nu dus aanpassen. Klopt. Dan hebben wij natuurlijk nog een campagne die zegt van nou, laat je auto staan. Ja. Ja, dat zorgt voor wat ophef. Waarom is dat? Nou ja, ik vind het zelf ook te belachelijk voor woorden. Het wordt dan dat je dus je auto moet laten staan tot 1 juli. En wie doet er mee? Nou, niemand. Waarom moet je dat tot 1 juli laten staan dan? Nou, dat is goed voor je voor het milieu en voor je portemonnee met de huidige brandstofprijzen. Maar het is. Hoe kom je op je werk dan? Met openbaar vervoer. Precies. En dat is dus ook het hele heikele punt. Het is een door de overheid gesteunde campagne. Maar laat die overheid, dat is dan het veelgehoorde tegengas wat men geeft, nu eerst eens beginnen met die brandstofprijzen te verlagen. Ja. Of maak dan het openbaar vervoer gratis. Of zorg voor betere verbindingen. En zorg ook voor buschauffeurs. Hè? Ik bedoel, er zijn te weinig buschauffeurs. Maar ik zag van de week ook iemand die ging met twee kinderen. Twee volwassenen, twee kinderen in de trein naar opa en oma. En weet je wat het kost? Was 127 euro kwijt. Ja.
Uurtje reizen met de trein. Kijk, en dan mag de brandstof wat duurder zijn. Maar goed, zo duur? Ja. Ja. Nee, maar dat kost blak mijn geld. Maar ook als stel dat jij je kinderen wil laten sporten. En je moet dus mee fietsen voor die kinderen. Dat is bijna niet te doen. Je wordt daar hartstikke moe van. Ja, dus ook dit is echt zo'n campagne dat je denkt van ja, wat moeten we ermee? Leuk initiatief, maar begin dan eens met... Nou ja. Weet je, het voordeel van die hoge brandstofprijs is wel, als je de tank voldoet, dan is je dagwaarde ook gelijk enorm gestegen. Nou, sommige auto's wel, ja. Sommige auto's zeker. Moet je het eigenlijk aangeven bij de Belastingdienst als vermogen? Als je bijvoorbeeld op 31 december je auto vol tankt. Ja, nou ja, dat is inderdaad... Serieus? Dat was eigenlijk de uitsmijter van vandaag. Ja, dat weet ik. Ja, we koppen hem even voor. Ja, de zeer bekende correspondent Cas Pedaal. Ik weet niet of jullie er wel van gehoord hebben. Ja, Cas Pedaal, ik ken het goed. Ja. Ik heb het niet geverifieerd, trouwens niet gecheckt. Maar ik heb het alleen in de wandelgangen gehoord. Als jij dus besluit dat je meer dan 50.000 euro spaargeld hebt. En je denkt van jongens, ik ga toch nog even gauw tanken om op die manier de belasting te ontduiken. Dan je moet het aangeven. En niet in box 3, maar in box. Ja. Dag. Oké, goed. Als vermogen. Ja, Ben, dankjewel.